Zijn we hele slechte ouders als we niet kunnen stoppen met lachen? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve datties, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben René en Jessie Silver die zit achterin. Sergio die is op dit moment lekker aan het werk. Wij gaan vandaag de motoren ophalen, want die zijn een paar weken geleden opgehaald, naar Tilburg gebracht en daar voor een grote beurt onder handen genomen. En die gaan we vandaag ophalen. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje onhandig, zeker in deze tijd, maar we moeten met het openbaar vervoer. En aangezien we Jessie Silver natuurlijk niet mee kunnen nemen op de motoren, gaan we die brengen naar oma Kuifie. Bonus oma, moeder van mijn beste vriendin, mijn pleegzus, wat allemaal nog meer. Dus super gezellig, ik hoop dat het goed gaat, want de laatste tijd is hij wel een beetje in zijn eenkennigheidsfase. Dus ik hoop dat hij er nog herkent en dat het gewoon een hele leuke dag wordt voor hem. Moet toch gebeuren, hè? Nou, Jessie die is afgegeven bij... Angelique en Kenzie is er ook, dus we kunnen lekker gezellig spelen. Eens even kijken. Nou, zo op het balkon zitten ze. In een bedje. Zo. Het is warm. Maar gelukkig maar, want beter dan dat regen en wind die we laatst hadden. Want dat is geen pretje op de motor, dus we gaan niet klaar. Zitten we dan in de trein? Zo niet gewend aan openbaar vervoer. Ik denk ook niet. Zo'n hekel. Lang geleden. Ja. Ik zit in mijn motoroutfit alvast. Ik had mijn motorschoenen. En maar even een panty aangedaan. Makkelijk rockie. Zodat we zo makkelijk in de motorbroek kunnen. Heb jij dat ook? Dan ben je wel rot op geweest en dergelijke. En dan zit je ineens aan je neus. En dan denk je: nee, dat moet ik niet doen. Ja. Ja, maar ik heb net wel mijn handen gewassen. Maar ja, dan zit je er weer aan en dan daarna weer niet. Dus. Na de overstap net. Nee. Heb jij nog je handen gewassen? Nee. Oh, zeker. Dat was verdomd snel. Hè. Maar zoals ik aan het vertellen was. Dus ik heb mijn broek in mijn rokje aangedaan zodat we dadelijk zo in een mooie kleding kunnen stappen. Ik heb er wel zin in, man. Dat ja, ik ook. In een Brabant hebben echt geluk. Ja, gelukkig maar, want zoals met die wind en met die regen, dat was echt helemaal niks. Nee, we hebben een lekker zonnetje, weinig wind volgens mij. Ik ben wel benieuwd of ik het nog kan. Vast, dat vind ik wel spannend. En anders neem ik je op sleeptouw. Ja, is goed. Ja, toch. Nou, volgens mij gaan we rijden. Dus anderhalf uur treinen. Trein raast maar verder van station naar station. Op plaatsen, waar ik nooit ben geweest. Ik ben weg van jou, jij bent weg van mij. Hier.
fietsen. Hallo. Moeder. Dat is lekker handig met die helm zo. Ja jongens, we zijn er. Ik heb hier zo lang naar uitgekeken. En ik heb er zo zin in. Ik zie hem al staan. Ik zie hem al staan. Staan zo. Zo goed heeft hij er heel lang niet uitgezien, Robert. Lekker warme kont zo, denk ik. Heerlijk weertje. Lekker opgewarmd inderdaad. Maar ook wel heel erg lang. Nou ja, ik kom hier naar de kapper. Ik kom hier al sinds dat ik mijn motor heb, eigenlijk een jaartje of 8. En dit is Robert's zijn toko. En ik kom hier gewoon voor de service altijd terug, want hij is dan de motoren zelf op komen halen in Den Haag. En we willen natuurlijk heel graag zelf terugrijden, want het is gewoon onwijs lekker weer. En daar hebben we heel veel zin in. En Robert is gewoon de topgozer, die fixt gewoon en dan kun je weer lekker rijden. Dus daarom dat wij de moeite nemen om gewoon nog steeds bij deze man in Tilburg te gaan. En als het bevalt, waarom zou je verder zoeken? Dus we gaan weer lekker rijden. Thuis? Ik heb een natte neus. Natte neus. Oh, koude handen. Verbrande handen. Het was toch anderhalf uur rijden, denk ik. Nee, ik weet niet wat dat is. Een goed verhaal. Ja, nee, was denk ik even een beetje. Een kwartier wel zeker. Ja, gewoon zoals normaal, alleen. Nou, laten we zeggen om bijna een uur en 20 minuten. Ja, nou, het was in ieder geval een goed ritje om er even in te komen. Zeker. En we gaan nu die kleine man halen, want het is inmiddels alweer 8 uur. Drukke dag! Zag ik alles vol op me af? Oh, ik zet hem op filmen. Ik zet hem op filmen. Dat was niet de bedoeling. Het comfort van de auto is toch ook wel goed? Oh, lekker hè. Warm. Ik zet hem ook even op 20. Ja, ik mag wel even de deur uit. Ja, het was wel kick, hè? Ja, het was wel weer lekker. Lekker om eventjes zo daar. Brrrr.
Ja, je hebt het wel gemist hoor, maar even dat, zo dat de wind door je haren en dan lekker... Nou, voor mij hoeft op zich de snelweg niet. Ik vind het leuker en lekkerder om gewoon dit tussen weggetjes te nemen. Want vanaf 80 ga je best wel hard, maar is het ook nog comfortabel. En vanaf 100, dan, ja, dan ben je gewoon aan het vechten met de wind, zeg maar. Ja. Dus ik vind het dan leuker om gewoon die landschapjes en dat je ook nog een beetje om je heen kan kijken in plaats van een lange weg. Ja, dat is zo. Ook. Dat is ook. Maar mijn motor had het wel even nodig om weer goed opgeladen te worden. Ja, nou, fingers crossed dat hij het ook inderdaad blijft doen. Ja. Want ja, als dat niet zo is, dan is het een dikke kans dat het aan de dynamo ligt. En dan? Dan? Klut. Ja. Nou, kijk, bij die van mijn vader zit hier op een hele moeilijke plek. En dan duurt het uren om dan de blok uit elkaar te kunnen halen, schijnbaar, om bij die dynamo te komen. En ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Ja. De dynamo zelf kost niet veel. Dat is het probleem niet. Alleen... Manuren. Ja, precies. Dat. Nou ja. Probleem. Ze zijn in ieder geval weer thuis, onze baby's. Ja. En, nog even een beter... hoes kopen. Zodat hij helemaal mijn motor omsluit. Nog iets groter, inderdaad. Ja. En dan als het nou echt heel mooi weer is, dan gaan we gewoon naar mijn moeder. Dan zetten we die motoren in de tuin. En dan gaan we even poetsen. Kijken of dat lukt. Ja, dat is niet poetsen. Dat is echt boenen. Ja, boenen. Volgens mij is die... Er staat auto exposure. Wat is dat? Ja, dat staat inderdaad... Oh. Hij ging gewoon door. Dat is echt boenen en polijsten en zo, dus dat is echt wel heel veel werk. Ja, dat kun je wel rekenen als een workout, denk ik. Ja. Als je daarmee klaar bent. Goed bezig. Het is goed voor de buikspieren. Ja. Ja. Nou, we gaan een kleine vlog halen. Had ik ook maar zo lekker. Onze kleine vent is er weer. Hey! Nou. Oh, ik leidde hem af. Hi. Hi, was het gezellig. Het is gewoon een lekkere foto met een ijsje. Lekker gespeeld met je vriendinnetje. Gaan we lekker naar huis. Hij is al oud. Hij is uitgezoomd. Uitgezoomd. Ja. 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 Nou, doei poppie. Doei. Fucking gaan we doen. Oh, schatje! Zo in ons! Zijn we hele slechte ouders als we niet kunnen stoppen met lachen? Oh, poepie toch? Oh, poepie! Nou, mama gaat jou hier even uitkijken. Ja. Het is de eerste keer. Waarom doe je het niet in de badkamer? Ja, toch wel. Maar hij lekt nu al zo. Ja, ja. Het dweilen wel. Oh, baby. Wow. Ik hoor in deze René zeggen, nee, plat! En hij gaat zo, plat! Plat! Goed. En ze zet hem net neer, dus die schaal zit echt super vol. Oh my god, echt. Oh. Alles is nat. Nou ja, het is maar water. We maken het wel weer droog. Parent life deze hoor.